allemaal, welkom op FEM. Het is weer tijd voor een nieuwe video. En vandaag heb ik gekozen voor een nail art tutorial. Nu ben ik helemaal niet goed met nail art, dus wanneer ik een nail art tutorial doe, of gewoon bij mezelf een nail art maak, wil ik gewoon dat het lekker simpel is. En de heerlijk simpele nail tutorial die ik vandaag ga laten zien, is er eentje die te maken heeft met madeliefjes. Hier kun je het ook zien. Jij ziet het zo meteen beter in een close-up hoor. Maar dit zijn de madeliefjes die ik vandaag ga maken. En die zijn geïnspireerd op, jawel, deze top. Als je mij op mijn persoonlijke kanaal volgt, zou je deze misschien herkennen. Deze heb ik laatst in een shoplog nog behandeld. Hij komt van Boohoo. En ja, ik ben echt verliefd op dit topje. Ik vind het zo lief. Ik ben sowieso echt gek op de madeliefjes trend van nu. Ik vind het echt heel mooi. Ja, dus mocht je benieuwd zijn hoe je deze trend kan namaken op je nagels, blijf dan vooral kijken. Ik heb eerst een transparante base coat aangebracht. En nu ga ik beginnen met het eerste kleurtje. Ik ging voor de kleur Den & Delight. En dat is een kleurtje van Gosh. En nu heel belangrijk, alles even heel goed laten drogen. Doe dat tussendoor echt, neem er echt de tijd voor. Je gaat toch 5 lagen nagellak aanbrengen, dus neem daar gewoon de tijd voor. Anders krijg je het echt niet meer droog straks. Nou, de tweede laag is ook droog. En Den & Delight heeft eigenlijk maar 2 lagen nodig om goed te dekken. Dus ik hou het bij 2 lagen. Dus laten we snel beginnen met de witte kleur. En ik gebruik vandaag de Tip Painter van Essence. De makkelijkste manier om deze nagellak vloeibaar te houden is om een stukje aluminiumfolie te pakken. Gewoon een klein stukje maar en hier ga je dan de nagellak even opdruppelen. En nu ga ik met een heel klein eyeliner kwastje, of een ander kwastje natuurlijk, net wat je in huis hebt, ga ik kleine sterretjes maken. En dit herinnert me echt een beetje aan de sterretjes die je vroeger maakte in kersttekeningen, zeg maar. Gewoon de kruissterretjes aan de hemel. Zo zou je het een beetje kunnen omschrijven. En deze ga ik dus aanbrengen over mijn hele nagel. Laat ze wel een beetje verschillen van elkaar. Dus geef ze andere plekjes per nagel. Dan krijg je het mooiste resultaat. Nou, sommige mensen zullen het misschien mooier vinden als je bolletjes aanbrengt. En dat kun je heel gemakkelijk doen met een dotting tool. Oftewel een dotting tool, hoe je het ook wil uitspreken. En daarmee kun je heel gemakkelijk bolletjes of stipjes zetten op je nagel. En daarmee krijg je dus meer soort ronde madeliefjes. Maar met streepjes krijg je weer meer een vintage effect. En dat vind ik persoonlijk ook wel heel erg mooi. Tijd voor de gele kleur. Dit is Sandy Yellow van Hema. Kost maar een paar euro, maar echt hele goede kwaliteit. Dus die kan ik zeker aanraden. En hiermee ga ik met hetzelfde kwastje kleine bolletjes zetten in het midden. Oftewel het gele gedeelte van het madeliefje. Dit maakt meteen al echt een super groot verschil. Het gaat echt van witte wolkjes naar een bloemetje nu. En zo ga je dus gewoon nog even door. Ik vind het echt heel schattig staan nu. En dan zijn we weer bijna klaar. Nu is het alleen nog belangrijk dat je een goede topcoat aanbrengt. Dan blijf je nail art gewoon zo lang mogelijk mooi. Ik ging vandaag voor de Quick Dry and High Shine topcoat van Catrice. Maar nogmaals, pak gewoon wat jij in huis hebt. Je kan ook gewoon transparante nagellak aanbrengen. Als er maar een beschermende laag overheen komt. En dan ben je klaar. Heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk om te zien. En ik zie jullie volgende week maandag weer.